Je wilt gaan ZZP'en in de beveiligingsbranche. In deze video vijf tips van iemand die die wereld op zijn duimpje kent. Welkom bij 7D tv Bij mij te gast Ronnie Mohan. Ronnie, van harte welkom. Kun je kort eens schetsen wat jij in die wereld allemaal aan het ondernemen bent? Uh, ja, ik ben zelf begonnen als ZZP'er. Ja? Uh, inmiddels is het een beveiligingsbedrijf. En daarmee doen we ook uh, nou ja, beveiligers die... De stap willen maken of de stap net hebben gemaakt, uh, toch wel begeleiden. Want die uh, tegen van alle hand ingewikkelde dingen aanlopen en zoiets hebben voorwerk uh, Of niet uh, geheel bewust zijn van alles wat erbij komt kijken. Ja. En uh, ja, daarin toch wel wat training of coaching bieden om okay. ze uh, ja, zo'n goed mogelijke start te uh, geven. Hey, en aan de andere kant ben jij ook niet meer alleen maar een ZZP-beveiliger uh, die losse klusjes doet, maar je neemt ook volledige projecten aan. Hè? ja inmiddels wel ja, ja dus je bent echt een ondernemer geworden ja ik ben uh, bijna over de vijf jaar heen dus uh, ja, dat, uh, dan mag het <laughs> dat dan, voelt goed ja, ja. Ja. dus uh, in zoverre ben je wel de persoon die uh, de wereld echt op zijn duimpje kent en die er al jaren in rondloopt zeker uh, en ook zijn kop gestoten heeft ze nu en dan uh, eens een keer dus het klappen van de zweep wel kent dat hoort vijf tips uh, heb je meegenomen? Ja. Laten we beginnen meteen met de eerste tip. En dat is: uh, welke uh, opleidingen of papieren heb je nou in de basis nodig? Of heb je die nodig om te gaan starten als ZZP'er in de beveiliging? Allereerst je beveiligingsdiploma. Um, dat is een voorwaarde om uh, überhaupt uh, gekwalificeerde beveiliger te zijn. Oké, okay, dus je kan, ik kan niet morgen zeggen: van ik ga als ZZP'er in de beveiliging werken. Nee, dat kan niet. Daar moet je de nee. opleiding zetten. En... Eerst de opleiding beveiliger hebben gedaan. Ja. Um, en die kan je gedaan hebben, maar ook nog wel van onbesproken gedrag zijn. Oh, dat is wel handig als je ja. dat erbij hebt. Een verklaring goed gedrag of zoiets Onder heet dat toch? Onder andere, maar beveiliging gaat net iets verder. Uh, om uh, als beveiliger uh, aan de slag te gaan, ergens bij een opdrachtgever of beveiligingsbedrijf, ja. dient er een uh, beveiligingspas voor je aangevraagd te worden. En dat wordt uh, uitgegeven door de korpscheftaken en dat is uh, van de politie. Ah, die dus als jij iets op je kerfstok hebt, dan uh, kan het zijn dat jouw uh, uh, toestemming om uh, te mogen werken in de beveiliging geweigerd wordt. Uh, maar dat is een hele belangrijke, zeg maar. Betekent dat ook dat, uh, hypothetisch deze, hè? Uh, ja. stel, stel hè? ik heb in mijn jonge jaren, stel hè, ja. heb ik eens een keer met mijn dronken kop, heb ik ergens een keer een vlag van de muur afgehaald en toen werd ik gearresteerd door de politie. Stel hè, is dat dan gedrag wat niet mag? Dat zou kunnen, alleen dat valt nog best mee. En uh, sommige dingen hebben ook een uh, verjaringstermijn. Dus na x aantal jaar, dat is per nou ja, misdrijf, is dat anders. Ja, ja, uh, en dan is er ook nog een uh, verschil tussen overtreding en een misdrijf. Dus ja, uh, okay. uh, mensen worden ook wel wat ouder en verstandiger en leren hun lessen. Dus dat weet de dat politie wordt ook wel, ook. Ja, 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 ja. wel nagekeken. <laughs> okay, maar okay. Waar, waar mensen zich toch wel in vergissen is bijvoorbeeld uh, dronken je auto instappen. In principe niks te maken met of jij wel of niet uh, crimineel bent, maar dat is wel gewoon een misdrijf. Het ja. kan echt tegen je werken in uh, zo'n ah, okay. situatie. Okay. En um, als jij een beveiliger bent met een toestemming, kan door zoiets ook je uh, toestemming ingetrokken worden. Ah, helder. Ja. Uh, en als het gaat om die opleiding, uh, stel ik uh, zit deze video te kijken en ik wil heel graag de beveiliging in, maar ik heb nog helemaal geen opleiding. Kost me dat dan echt drie, vier jaar of zijn er ook snellere methodes om diploma te halen? Er zijn snellere methodes. Uh. Uh, ik denk de. Het meest snelle is de zelfstudievariant. krijg Je gewoon de boeken thuis gestuurd, uh, daar ga je doorheen. Mm. Uh, Theoriegedeelte, zodra jij denkt ik uh, wil nu theorieexamen aanvragen, dan doe je dat ook zelf. Okay. Vervolgens de praktijk, die doe je dan uh, bij een praktijk uh, of in een erkend leerbedrijf. En die, uh, dat gaat door middel van je stageuren. Okay. En uh, je praktijkexamen. En hoeveel tijd ben je dan kwijt als je het op zijn snelst doet? Um, er is recent iemand uh, bij ons uh, doorheen gerold binnen zes maanden. Okay, dus als Binnen je zes echt... maanden bent gediplomeerd beveiliger. Oké, okay, dus als je ambitieus bent en ja. je, je, hebt dus, je wil het graag, dan kan dat. Dan kan dat. Okay. Binnen zes maanden. Okay. En vooropleiding is dan niet echt vereist, denk ik? Nee, omdat het nu een, uh, ja, een MBO 2 opleiding is, uh, zitten er wel uh, een aantal vakken bij die dan uh, gelinkt zijn aan het mbo. Dus ja. uh, Nederlands, en, uh, een stukje rekenen. Ja, precies. Dat soort dingen. tafel van tien moet je wel kennen. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dat is wel handig. <laughs> Inderdaad. Ja. Tip 2. Um, hoe start je uh, als ZZP'er in de beveiliging? Hè? Dus stel, ik heb ja. tip 1 heb ik geluisterd. Ik heb zaken gesproken. Ik heb mijn diploma ongesproken. Mijn gedrag is allemaal prima. Ik heb uh, allemaal goed geregeld. Hoe start je dan als ZZP'er? Waar begin ik? Ik denk eerst, nou ja wat onderzoek, ja. weet je, en dat is voor iedereen anders. Je kan uh, gewoon Google uh, gebruiken, of je kan uh, naar onze socials. Ik denk dat er op ons TikTok kanaal uh, genoeg info staat om uh, ja. in ieder geval uh, afweging te maken of het iets voor je is en uh, uh, of het bij je past. Ja, dat is eindelijk de stap die je zegt die er nog precies iets voor zit. Dat je eerst eens even onderzoekt of de stap naar zzp je wel bij je past. Ond ja, 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 ja. En als je dan uh, de, de besluit hebt gemaakt van ik ga dit doen. Ja, dan uh, een KVK-inschrijving. Daar begint het mee. Daar moet je naartoe hè, naar de Kamer verkopen ja, nog steeds, Online he? een afspraak maken. Kost dat geld? Uh, Niet veel, hè? 70 euro. Ja, ik whatever. Ja, het was 50, heel ja. lang, maar ja. het is nu ietsjes, okay. ietsjes meer. En dan schrijf je je in? En dan schrijf je in. Uh, binnen enkele dagen krijg je dan uh, de blauwe brieven van de belastingdienst met oh, je BTW-nummer. Ah. Dat gaat automatisch, hoef je niks voor te doen. <laughs> Heel fijn, die weten je vinden. Ja, die weet je <laughs> nee, te, nee, ja, te vinden. Maar dat is handig als je wil factureren, is dat wel van belang. Ja, bijvoorbeeld. En uh, het, nou ja, een beetje cliché, maar bedenk misschien alvast een naam. Um, je kan alvast contacten maken met wat opdrachtgevers. Uh, ja. Maar ja, de zakelijke rekening openen is ook een hele belangrijke. Ah, ja. En, dan, uh, zij... en moet, je dan, moet je dan meteen ook een boekhoudpakket en dat soort dingen Ik doen? Ik dus? zou uh, een uh, boekhouder in de arm nemen uh, ja, van harte aanraden. Ja. En tegelijkertijd ook een uh, online boekhoudprogramma. En sommige boekhouders bieden een all-in pakket, dus dan uh, kun je ook in hun... Uh, omgeving je facturen opmaken. Ja, en dat precies. is wat makkelijker werken. Dus dan kun je zelf facturen maken... maar zij doen de ingewikkelde belastingdingen. Inderdaad, en, ja. En, ja. Ja. en uh, vooral uit handen geven, denk ik ook. Hey, jij hebt even een zijstapje in deze tip... want je kan als ZZP'er beginnen... maar je kan ook... want, want wat ben jij... Want ik kan ook bij jou beginnen, toch? Als ZZP'er. Dan sluit ik me aan bij jou. Want hoe heet jouw bedrijf? Veilig voor Nederland. Veilig voor Nederland. Ik kan ook jou bellen en zeggen van... Ik wil ZZP. Heb jij werk voor mij, toch? Dat kan, zeker. En um, Veilig voor Nederland is toch... Uh, ja, als ik het zo mag zeggen... Gericht op de hoogwaardige beveiligingsdiensten. En dat is... Uh, je hebt gekwalificeerd zijn. Ja? Dat is iemand met een diploma. Maar ik zeg ook altijd... Uh, dat betekent dat je het werk, werk mag doen. Maar en... nog niet kan doen. Dat mm. is... Uh, dat leer je gaandeweg. Streetwise, um, bedoel je dat? Gewoon werk eerst aan de bak of uh? ja, ga eens even wat kilometers maken. Ja. Volgens mij heb jij dat ook wel eens gezegd. Uh, ja. Gewoon wat vlieguren. Ja. Uh, maak wat, uh, beveiliging is ook heel breed. Ja. Um, de ene vindt winkelsurveillance bijvoorbeeld heel leuk, en de ander helemaal niet. En ja. de ander die werkt graag in de zorg. De ander helemaal niet. Dus je hebt, uh, ja, ga eens wat verkennen. Dus jullie zoeken wat, de wat meer ervaren uh, ZZP'ers, mag ik het zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. En tegelijkertijd, uh, soms heb je aan iemand die heel gedreven is en heel leergierig nog meer dan uh, iemand die ervaren is, maar er niks meer mee doet. Zijn er meer clubs zoals uh, uh, jouw bedrijf, waar je als ZZP'er je kan aansluiten? Ja, zeker. Er staan uh, inmiddels genoeg bedrijven open voor het ZZP-schap. Mhm. Mm uh, of in ieder geval beveiligers die uh, uh, hun diensten aanbieden als zzp'er. Mm -hmm. Alleen elk bedrijf heeft natuurlijk daar uh, kijkt daar heel anders mee uh, tegenaan of gaat daar heel anders mee om. Ja precies. Um, wij willen uh, uiteindelijk maakt het voor mij niet uit of uh, in welke vorm iemand beveiliger is. Of dat nou vanuit loondies is of zzp'er. Mm -hmm. uh, op het moment dat je gewoon ergens staat in je uniform, ben je gewoon beveiliger. En ja. dan is dat andere is niet belangrijk. Is niet Niemand geeft er wat om. Niet de klanten, niet de mensen op de vloer, niet je collega's. Gewoon je werk goed doen. In ja. welke vorm jij dat dan ook doet. Zometeen iets meer over de voor- en nadelen zoals jij ze in ieder geval ziet. Hè? Om toch mensen die kijken misschien te helpen van... hé, hey, welke kant zal ik nou eens op kunnen gaan? Dan komen we zo meteen op. Maar drie, echt een Nederlandse vraag deze. Als ik nou ga zzp in de beveiliging, ja. wat levert dat dan op? Oftewel, wat verdient nou een zzp'er in de beveiliging? Uh, ja, dat hangt natuurlijk af van jezelf. Mm. Uh, de beveiliging is wel een uh, branche. Uh, en dat is ook in loondienst. Uh, waar je best wel veel uren kan maken. Ja. Um, wat langere diensten werken, vaker werken, bij invallen bij ziekte, dat soort dingen. Um, er is werk genoeg. Er is werk genoeg en... Um, ja, ik denk dat dat van jezelf afhangt. Uh, maar maak het eens concreet. Als je ex nou, uh, XBTW X, X is heel makkelijk te halen. Per maand. Per maand, omzet. Ja, omzet. En waar liggen de gemiddelde tarieven? Als je nou zeg maar even nogmaals, ja. niemand zal je erop pakken, maar als we kijken naar ja. een junior, ZZP'er die net begint, uurtarief. En, uh, en een senior hoogwaardig, ja. die echt wel een bepaalde specialiteit ja. heeft. Nou, en nu ligt gemiddeld het tarief uh, op 30 euro. Zeg maar. bij, de ene, bij, de, bij die beginnen of bij die ervaren? Nou, het totaal in de beveiliging... Kijk, gemiddeld rond, gemiddeld de, 30 de, 30 rond euro. de 30 euro. Oké, okay, en, en daar zit er dus een onderkant aan en er zit ja, een bovenkant kijk, aan. In, uh, in de ZZP-wereld uh, in de beveiliging... dan wordt er ook niet gekeken naar hoeveel ervaring heb je. Uh, of, uh, dus een beetje gelijke monniken, gelijke kappen... Uh, uitzonderingen daar gelaten. Maar het fijne is natuurlijk dat je lekker uren kan draaien per Zeker, week. Want de, ja. ik ken, de, een van mijn zonen is personal trainer. Ja. En die zegt altijd, ja, ik kan niet acht uur achter elkaar ja. losse klantjes ja. als ZZP'er. Dat is super lastig om dat te plannen, ja. om dat überhaupt te doen. Maar als ZZP'er kun je natuurlijk zeggen, joh, je hebt dat project ja. en je staat gewoon 40 uur uh, te draaien daar als beveiliger. Zeker. Ja, en uh, nou, in de beveiliging ligt het gemiddelde uh, wel hoger qua uren. Oh ja? Zeker, ja, tuurlijk. meer dan 40 per week. Meer dan 40, ja. Oh ja, ja, ja. gewoon aan de bak? Dat is wel. Uh, maar hoezo je Ik, ik denk voor maar... 40 uur ZCP in de beveiliging. kan je beter in loondienst blijven. Oh ja, ja. Dus je moet echt meer uren gaan draaien. Je moet, nou ja, niemand moet iets. Maar uh, ik denk als je minder dan 40 uur als zzp'er in de beveiliging wil werken. Uh, blijf dan in loondienst. Ja, ja, ja. ja, Want dan leef je gewoon in. Ja. Maar dan moet je wel hard werken. Zeker, ja, hard. Uh, je werkt veel. Ja. Um, maar uiteindelijk zorg je daarmee natuurlijk ook uh, dat je wellicht wat andere dingen kan aanbieden. Of uh, het is een wisselwerking op het moment dat een opdrachtgever weet wat hij aan je heeft, dan ja. kan je nou ja, gaan onderhandelen over een ander tarief. Want dan uh, doe je niet. Je brengt niet alleen ja, goed werk, maar ja. je, je levert ook ja niet tastbaar kapitaal. Maar uh. zijn er ook Zzp'ers die bij spreken 40 euro of misschien wel 50 euro per uur draaien? Of dat zou kunnen? Ja, ja zeker. Ja, ik denk niet dat ze dat aan de grote klok hangen, natuurlijk. Mm. Maar ik denk wel, ik weet wel zeker dat er ZZP'ers zijn die iets anders meebrengen dan alleen uh, het uurtje factuurtje. Ja, en, precies. En uh, dat is wel. Uh, okay. Dat moet je wel, zo begint het wel. Maar uiteindelijk. Uh, ik heb dan opdrachtgevers waar ik nou, nu jaren mee werk. En dan uh, weet je goed werk leveren dat zit in het basispakket. Mm -hmm. Maar je hebt uh, betrouwbaarheid, integriteit, uh, loyaliteit. En dat ja, wat voor prijs heeft dat? Ja. Dat uh, als iemand zo op je kan bouwen, vertrouwen. Uh. En op die manier misschien is het wel goed dat je dit zegt. Want als je als je hier goed naar luistert, zeg je in feite ook, heb je als ZZP'er ook voor een groot deel zelf in de hand wat je verdienvermogen is. 100 procent toch? Ja, zeker. Ja. Ja, dat was, als jij die, die dingen niet kan opnoemen, dan uh, ja, kan, je er ook, kan, je, kan je er ook niks voor vragen. Nee. En dan <laughs> dat... blijf je aan die onderkant hangen en dan, zeker. En dan nog kun je prima, ja. maar dan, moet je, dan zeg je, dan moet je echt wel 50 uur per week draaien, op zijn minst. Ja, dan dan wil je dan... daar een beetje fatsoenlijk voor kunnen Zeker, alleen dan, 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 dan. Ja, ik denk dat het de grootste gedeelte in de ZZP-wereld uh, uh, van de beveiliging uh, meer bezig is met ik. Ja. Wat is goed voor mij? Wat is uh, waar kan ik? Betere tarief of wie betaalt het meeste. Terwijl... Um, je ja, andersom het... moet denken. Ja, ja 100%. Wat is, Vind ik, wel. wat is mijn waarde voor degene ja, die mij ja, betaalt? Ja, zeker. En dan denk ik dat dat vanzelf wel uh, transformeert in iets anders. Goeie les. Uh, dat wat betreft uh, verdien. Heb je veel kosten als zzp'er in de bedrijf? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is weer het voordeel, helemaal, hè? Ja, zeker. Als je het vergelijkt met ook andere Want een andere pak, je, branches... pak, ze pak krijg je ook van de opdrachtgever. Ja, als je pak ik, kijk, moet... ik, ben helemaal, ik ben begonnen met helemaal niks. Ja? zo ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik had helemaal niks. Um, ja, je, hebt een laptop je hebt een computertje nodig voor je administratie misschien, maar, voor ja, de rest je, maar die heeft iedereen wel. Ja, dus, voor de rest uh, heb je niks ik nodig. Had, uh, ja, ik denk wel geld geleend om een laptop te halen, ja. uh, tanken. Ik had niet eens een auto. En uh, ja, zo ben ik begonnen. Pak je van de CNA van 60 euro. <laughs> en voor de rest, ja, dan ga je uren maken. En uh, ja, ja herinvesteer ook. Koop uh, goede, goede, goede kleding, ja. goede schoenen. Ja. Dat soort dingen, maar, uh, nee, maar je hebt niet veel nodig. Nee, je dus hebt uh, vaste kosten heb je niet. Nee, dus daar uh, dat is ook een uitdaging om daar wel wat handiger in te worden. Mm -hmm. uh, investeer ook, denk ik, in uh, ja, trainingen of nee, uh, dat ja, soort dingen. Het ja, ja. is geen vanzelfsprekendheid, helaas. Sales en marketing en klanten. Laten we even naar het commerciële stuk ja. uh, uh, kijken, want dat is best wel voor veel mensen. Uh, lastig lijkt mij. Kijk, jij bent aardig bedreven, inmiddels daarom ben je ook zover gekomen als waar je nu bent. Dat, dat jij best wel aardig weet hoe je jezelf neer moet zetten en hoe je netwerk moet uitbreiden. Maar heb je tips voor beginnende ZZP'ers om aan klanten te komen? Hoe je promotie moet doen? Hoe je je sales moet doen? Wat vind jij daarvan? Um, ja, allereerst ga op zoek. Um, je, ik denk dat de beveiliging is, uh, inmiddels zo breed en dat is. Uh, je hebt WhatsApp-groepen waarin uh, uh, diensten dan wel uh, klussen aangeboden worden. Het is vaak ad hoc. Ja. Uh, je hebt Facebook-groepen waarbij je uh, uh, op zoek kan gaan uh, naar bepaalde opdrachten. Um, maar ik zou ze eerlijk gezegd afraden. Oh. Want als jij niet investeert in echt een goede relatie met een opdrachtgever. en denkt: ik wil uh, job hoppen of klusjes pakken. Ben je niet bezig op een uh, duurzame lange termijn iets, ja. zeg maar? Dat is mijn mening. Dus jij zegt je moet jezelf ook neerzetten. Zeker. Ja, ja. ja, ja. wat oh. heeft iemand aan jou? Maar wat voor zo? het begin kan me wel voor. Als jij in het begin gewoon even wil starten, dan zijn ja. dat natuurlijk wel omgevingen. Want ik vind het op zich wel slim. dat je zegt zo'n Facebookgroep. Ik kan wel voorstellen dat je daar wat beginklussen uit kan halen. Dat je in ieder geval aan de bak bent, toch? Daar denk ik dan nu als opdrachtgever ook anders over. Vertel. Want als dat is waar jij je mensen vandaan moet halen. Um, wat is er dan met je netwerk aan de hand? Oké. Okay. Okay. Dus als jij, uh, ik, ik denk ook dat het taak is van een opdrachtgever mm -hmm. om te zorgen dat hij investeert in uh, nou ja, uh, een goede pool van uh, beveiligers. En waar moet ik dan? Wat zijn dan goede interessante opdrachtgevers voor mij? Waar moet ik dan gaan, wel gaan zoeken als ZZP'er uh, als ik zeg maar net begonnen ben? Ja, net zoals dat je op zoek gaat naar een baan. Ik denk dat dat niet verandert. Mm -hmm. dat is, ja, je doet je huiswerk, um, Check online. Ik denk, ik denk dat ik opdrachtgevers of potentiële opdrachtgevers ook even door Google haalde, wat zegt Google over hun. Ja. Um, en, en zo op zoek gaat naar wat bij je past. Zeg maar. Hoe belangrijk is zelfpromotie? In de zin van jij bent redelijk actief op social. Ik, ja. Dat leg je geen in. Ja, nee. nee, dat nee. werkt dus echt als een dat, ja, uh, klopt. Is dat belangrijk? Want dat, dat is ook niet voor iedereen weggelegd, hè? Nee, dat besef ik me nu wel steeds meer. Ik um, krijg ook wel ja, krijg veel mooie uh, reacties erop, maar ook uh, echt dingen waar ik wat aan heb. Dus uh, beveiligers, maar ook uh, inmiddels klanten die zeggen, die, die toch uh, nou ja, een andere vorm van vertrouwen voelen. Van, nou, als ik dat allemaal zie, dan zal het wel goed zijn. Ja. En als je dan de kans krijgt om het waar te maken en dan nog meer ze uh, ja, tevreden stelt, ja, dan uh, dat, dat is dat prachtig. Maar... Ik denk voor beveiligers die op zoek zijn naar opdrachtgevers, dat uh, ja, zet jezelf ook goed neer. Ik denk ook dat het andersom is: dat een opdrachtgever, of net zoals in elke branche tegenwoordig, als jij een sollicitant krijgt of iets, dan doe je toch even kijken met wat ja, voor uh, ja. persoon heb ik te maken, hoe is die en dat soort dingen. En dat is in de beveiliging niet anders. En is dat dan met name de socials die je goed moet onderhouden, of moet je ook nog een eigen website hebben? Als ZZP'er hoef je niet direct een eigen website te hebben. Ja. Het kan natuurlijk. Uh, uh, maar het kan ook tegen je werken. Ja. Ik heb ook uh, ZZP'ers gezien met een prachtige website. En uh, nou, maar hun diensten die uh, lijken er niet op. Nee, nee, nee. Uh, nee dus dat uh, moet ook wel even in balans zijn. Zeker, ja. ja. <laughs> ja dat, uh, maar goed, ik, ik denk dat dat uh, Het hoeft natuurlijk niks over iemand te zeggen als er niks online te vinden is. Nee. Maar uh, referenties of dat soort dingen aan durven of kunnen leveren, ja, zorgt natuurlijk wel uh, voor een uh, ander onderscheidend vermogen ten opzichte van de rest. Ja. Um, maar dit gaat dus meer, dit, dit is meer een tijdsinvestering die je moet doen dan een geldinvestering, hè? Want ik bedoel, als jij gewoon standaard, in ieder geval je social. En wat zijn dan belangrijke social kanalen? Is dat dan, is dat dan een Facebook of is dat, is dat LinkedIn ook? Of is dat te zakelijk voor ik beveiligers? Ik denk dat uh, LinkedIn wel iets te zakelijk is voor de corporate Is dat meer Um, ik denk eerder dat, ja, um, dat echt referenties, of uh, nou ja, ja, bel die maar of bel die ja, maar. Ja. En als je dat kan en durft te zeggen, um, dat dat veel beter werkt dan, uh, ja. dan dat helemaal niet te doen. Um, maar wat ik merk is, stel jezelf ook gewoon netjes voor. Weet je, wie ben je, wat heb je gedaan, uh, waar ben je nou op zoek? Um, ik kan je nu honderd berichten laten lezen die ik krijg, met uh, wat is je uurtarief? En dat, daar, ja, daar reageer ik zelf niet eens meer op, weet je mm. wel. Maar ik vind dat zo zonde dat dat gebeurt. Ja, 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 ja. ja, Dan zijn ze naar het verkeerde op zoek. Dan willen ze gewoon de goedkoopste. Of zo. De, de, ja, nee, willen, dus dat zijn ZZP'ers die hun diensten aanbieden. Oh, ja. En vragen wat je betaalt, zeg maar. Oh, op die manier? Ja, ja, ja. Oh, ja, serieus? Ja, ja, ja. Dus, dus oh, niet, ja? Ik, die, ja, ja, ja. Ja. Dat, <laughs> ik er zo honderd Oh, die vragen zijn. aan de opdrachtgevers. Wat is je uurtarief? Ja. Oh, dat is een lekkere binnenkomen. Ja, ja. ja. Wat, wat, wat betaal je? Dat is vraag zeg maar. één. Dat is vraag één. Niet <laughs> hallo, niet. Uh, en, en ja, ik vind dat zo zonde, weet je. Wel? Want als je biedt je als beveiliger aan en dat is vaak het, het, het eerste gezicht wat mensen zien ergens, waar je dan ook bent. <laughs> en als je jezelf al zo op de achtergrond presenteert, dan uh, bij iemand die jou daar neer zou kunnen of moeten ja, zetten, ja, ja, ja. ja, ik vind dat uh, ja, zo zonde. Dan is wel duidelijk zetten. wat je drijfveer ja. is in ieder geval. Ja, het verbaast me. Maar, het dus, maar eigenlijk wat ik uit jouw verhaal zeg maar, overal gewoon proef... is dat als jij succesvol wil zijn... Ik gooi me even voor, jij ja. zegt of het zo is. Als je echt succesvol wordt in ZZP'en, uh, in de beveiliging... dan is het gewoon een zaak dat je heel erg gepassioneerd... ...jezelf laat zien en hoe je van het vak houdt... ...en hoe je wil leren en hoe je jezelf wil ontwikkelen. Dus als je dat uitstraalt, want dat doe jij ook... Denk ...jij bent dag en nacht met je vak bezig... Ja. Uh, ...en inmiddels heb jij gewoon een superbedrijf eromheen gebouwd. Dat is dus zo wat je moet je het doen. Dat ik wel zeggen, ja. Ja, het is... Het is uh, ik denk dat het wel zo begint, ja. Ik denk dat um, als je ergens staat en jouw begroeting... ...komt dan niet binnen bij mensen... ...dat dat een signaal moet zijn van... Uh, ...misschien moet ik toch... Uh, het is ook uh, tegenwoordig heel veel mensen meer uh, met hun schermpje bezig dan met ja. uh, wat er om hun heen gebeurt. En het is ja zo zonde, weet je wel. Terwijl communicatie is natuurlijk een van de kerndingen die je als beveiliger moet kunnen, toch? Klopt, en het tuurlijk. Hè, veel mensen ik, denken uh, misschien van ja, er moet iemand staan die als als shit te fan, ja, moet die heel sterk en stoer ja, doen. Maar... Ja, ik wil het ook niet groot. Het is ook niet constant dat er wat gebeurt. Het is ook heel veel van de tijd. Dan, dan, dan ben je aanwezig. Ja, en, um, maar het moet wel in balans blijven, zeg maar. Als er iemand voor je dan staat... en het kan zijn dat er vier, vijf uur lang niks gebeurt... Mm -hmm. en niemand om je heen zit... maar dat moment dat het... Uh, ja, dan moet je gewoon 300% geven. Ja, dat lijkt, mij, je zo, je zo, dat dat lijkt uh, mij zo vermoeiend. Dus je moet continu scherf zijn eigenlijk. Ja, klopt, maar dat, 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 dat is werk. het. En, ja, en uh, als je dan ergens ook vaak zit... of uh, dan kan je ook objectblind worden... Ja. Dus dan zie je bepaalde dingen zie je gewoon niet meer. Of is het zo normaal geworden... Dus het is... Ja, komt voor mij... Ja, ik vind veel meer bij kijken dan alleen aanwezig zijn. Ja, het is ja, echt... Ja. Uh, zeker ook voor een ZZP'er. Ik denk... Wat ik altijd uh, mezelf voor me hield is... Uh, zorg dat ze naar je gaan vragen. Als zij... Als, als er mensen zijn van... Uh, 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 kan die komen? Of uh, die zien we graag. Ja, ja ik denk dat dat een, uh, de, de, de drijfveer moet zijn... om, om uh, vanuit een nou ja, stukje los van de passie voor je vak en liefde ja. voor wat je doet... Uh, een, een commercieel tintje mag zijn. Ja, van, dat uh, je opvalt en dat mensen je willen hebben. Ja, tuurlijk. Ja. Dat, uh, het hoeft niet per se concurrentie te zijn op nee. de werkvloer... maar gezonde competitie. Ja, je kop boven mij wilt uitsteken. Tuurlijk, dus. ja, want ja, ja. Uh, iemand die het beter kan dan jij voor dezelfde prijs... Uh, dat is weer de keerzijde van het zzp'en. Ben gewoon weg. Ja. Ja, het is de uh, ja. jungle out there. Ja, nee, ja, ja maar dit Ik wel denk, denk ik overal. Maar... Ja, en als je dat niet wil, dan moet je gewoon een baantje. Dan uh, heb je gewoon. Zeker. Uh, heb je een... ja, 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 maar ik denk dat dat, dat uh, mag Het is ondernemerschap. Zeker, waar uh, niet iedereen zich uh, altijd helemaal bewust van is. Je brengt ons tot de laatste tip, of net is iets niet, niet zozeer een tip, als wel waar ik met je naartoe wil ter die tip vijf is voor- en nadelen uh, van ZZP'en. Uh, zometeen meteen jouw, misschien een paar voorbeelden van je denkt van nou, dat vind ik heel duidelijk voordeel, dit vind ik heel duidelijk nadelen nadeling. Maar om te beginnen, je leest natuurlijk vandaag de dag best wel veel nieuws over ZZP'en. Yes. Er wordt niet zoveel gehouden van ZZP'ers in nee, Nederland, heb ik het idee. Andere, nee. Het wordt een beetje ontmoedigd allemaal. Ja, de politiek zeker. doet het super moeilijk. Zetten ja. ZZP'ers neer als zielige mensen die, ja. uh, die, weet je, die eigenlijk een baantje moeten, moeten hebben. Ja. Hoe, zie je, hoe kijk jij daarnaar? Uh, in de algemene zin? Of ja. in de beveiliging? Nee, nee, in de beveiliging. In de beveiliging. Um, ja, het wordt ook niet heel positief neergezet. Ik doe er op mijn manier, uh, net zoals dit, of uh, op LinkedIn of op de andere socials. Uh, wil ik het ook wel de, de andere kant ervan belichten? Dat ook ja. iets is uh, wat heel mooi kan zijn, uh -huh. uh, wat uh, zowel persoonlijk als uh, nou ja, in, de, in, in het zakelijke, tot uh, gewoon hele mooie. Uh, resultaten kan leiden, ja. maar er komt wel werk bij kijken, het komt niet uh, aanwaaien. En ik denk dat het uh, voor mensen zelf of beveiligers uh, heel goed is om uh, ja, je verder door te ontwikkelen en, en, ja. en meer te leren, meer te gaan doen. En uh, ja, daar, ja, ik vind dat dat ook wel ja, wat meer uh, belicht mag worden. Zeg maar. In De plaats kern... van het negatieve ja. continu en het is niet goed en het is... Ik denk dat dat ook een beetje voortkomt uit mensen die uh, uh, toch een beetje blijven hangen in het oude denken. Ja. Um. Het zijn ontwikkelingen die. Uh, ja, die niet te stoppen zijn. Niet te stoppen zijn. Maar jij schetst wat eigenlijk ZZP echt is. Dat, dat, dat is namelijk wel de verantwoordelijkheid dat je jezelf ontwikkelt en dat je groeit. En dat zeker. je een andere attitude hebt. Ja. Dan, oh ja, er zorgt wel iemand voor mij en ik hoef nergens aan te denken. Precies maar dat. er is natuurlijk ook heel veel kritiek op het verdienvermogen. Hè? Dat ze zeggen van ja, maar zeker aan de onderkant van die ZZP-markt, als je daar gewoon niet genoeg verdient, dan kun je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. En bij ziekte en allemaal. allemaal collectieve dingen die vroeger allemaal geregeld waren, die liggen, die zitten op de helling. Hoe zie je dat dan? Ja, dat zijn nog grote vraagtekens. Ik denk ook, nou ja, voor de politiek. Hoe wil je dat? Maar ik denk niet dat dat continu maar gaat door het uh, te verbieden. Nee. Dat dat natuurlijk uh, mogen daar uh, oplossingen in gebeuren of uh, voorkomen of, mm -hmm. uh, Maar de vraag is waar staat hoe vaak het fout gaat. Ja. Ik, uh, ja, hoor dat niet zo. Maar het is niet dat. Uh, Spreek ook geen ZZP'ers om me heen. Tuurlijk zullen de nou, uitzonderingen daar gelaten een aantal schrijnende situaties zijn. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat voor de hele, hele horde geldt, zeg maar. Ja. En je kan altijd terug in loondienst. Als ja, het je niet kun je uh, he? Ja, het nee, ja. dus uh, probeer het als je het wil doen. Uh, en, en gaat het niet gaat, het is ook niet uh, dat het iets is wat, uh, wat, wat, wat door moet, ofzo. Weet je wel, nee. uh, wie weet doe je het voor een jaar of twee jaar en sluit je daarna. Ik ga weer voor een baan. En dat is ook helemaal prima. Krijg in ieder geval geen spijt dat je het niet hebt gedaan. Ja, ja. Dat, dat denk hey, ik Wat meer. zijn voor jou de grote voor- en de, en de grote nadelen? Als, als we het hebben over ZZP in de beveiliging. Laten we met de nadelen beginnen, Dan kunnen we lekker met positieve eindigen. Ja. Wat zijn de, de kanttekeningen zeg maar, bij het ZZP in de beveiliging? Um, voor de ZZP er zelf of ja. echt waar je tegenaan loopt? Nee, nou ja, voor de ZZP er ja. zelf en waar je dus tegenaan loopt. Ja. Ik denk in het begin echt. Uh, de mindset die je hebt, um, dat je toch te veel als loondienst gaat zien. Um, en dat heb ik zelf ook wel eens. Uh, nou ja, uh, als je van de ene op de andere de dag niet meer uh, gevraagd wordt. Uh, en dan kan je ja, stampvoetend van, hé, hey, hallo, uh, ik heb ook een gezin. Maar ja, dat is wel <laughs> de keiharde wereld van het ZZP, uh, waar ja. je gewoon rekening mee moet houden. En ik heb het ook op de harde manier moeten leren. Ja. Um, geen omzet dat... is geen inkomsten inderdaad, weet ja. je wel, ben je, uh, alle alle dingen die erbij komen, het administratieve, uh, uh, de belasting, dat soort zaken, hoe, uh, tot waar uh, verdien je wat en hoe moet je wat uitgeven, hoe maak je kosten, uh, ja. dat soort dingen. Ik bedoel, het heeft niks te maken met het beveiligen zelf. Het, het is schat. gewoon iets wat, uh, nou ja, elke ondernemer of iedereen die zich inschrijft bij de Kamer van koophandel, waar die mee te maken gaat krijgen. Ja. En dat is wel uh, toch dat een van de nadelen en ook gecombineerd met beveiliging, de risico's die dat met zich mee brengen. Dus je kan je een jaar lang, misschien wel drie kwart jaar of wat minder ergens inzetten, en dan krijg je te horen, hé, hey, we hebben je niet meer nodig. En dat nee. is volkomen normaal, leuk is het niet, mm -hmm. maar dat kan gebeuren. Dus ja. het is ook continu uh, dingen aanzien komen, hey, uh, want als het gebeurt en je hebt geen uh, backup of je kunt niet ergens anders naartoe, ja, dan heb je deels ergens al die tijd zitten slapen. Ja. Het is je eigen verantwoordelijkheid Dat. om te zorgen... voor een, op, een andere opdracht of opdrachtgever. Ja. De voordelen? Ja, de voordelen. Om een paar te noemen. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> nee, ik denk um, de vrijheid die, die, die ik voelde dan. Dus uh, gewoon echt doen waar je leuk vindt... waar, waar je gewaardeerd wordt... Uh, waar je um, echt je tanden in kan zetten... Um, dat natuurlijk financieel levert het ook uh, iets meer op. Je wordt er niet rijk van, wat mm -hmm. ook een uh, illusie is. Mm -hmm. um, maar ook de uitdagingen, ik bedoel, ik ben uh, echt van het ondernemen gaan houden en erin door. En, um, maar als ZZP'er uh, in de beveiliging kun je natuurlijk zelf je diensttijden bepalen. Wil je geen nachten werken, dan uh, stel je alleen beschikbaar op de dag. Ja. Um, je, doet, uh, je bouwt een breder netwerk. Um, je kan je echt van je beste kant laten zien. Want het is, uh, je doet het echt ook uh, voor jezelf. Voor jezelf. Ja. Um, dus uh, ja, faal je dan uh, moet je zelf aan kijken. En slaag je dan moet je ook jezelf een schouderklopje geven. En als je heel hard werkt, verdien je ook meer. Vind ik ook altijd wel. Tuurlijk, fijn als ja, ja tuurlijk, zeker. Ja. Je gaat er niet op achteruit financieel. Uh, nee. Laten we dat uh, gewoon voorop stellen. Ja. En het is natuurlijk uh, uh, bekijk je het over de. Uh, Long term, uh, je bent uh, veel, uh, net voor de 30 en je gaat over je pensioen nadenken. Ja, ik weet niet of dat de meest handige strategie is om het mee te gaan vergelijken als in nee. loondienst. Maar laat je daarin ook adviseren door iemand die er uh, uh, een beetje verstand van heeft. Ja. Wat ik veel merk is dat uh, beveiligers die die stap overwegen, advies aannemen van uh, collega's die het niet doen. Of uh, de benadering uh, uh, bekijken van waarom ze het niet doen. Ja. Dat is niet goed. Nee. So, ik zeg altijd ook... Uh, elke beveiliger kent nu wel een zzp'er. En um, hoeveel heb jij er terug zien gaan? Ja. Dat, uh, tot nu toe is de antwoord nog niemand. Dus... Uh, Um, ik uh, wens je heel veel succes. Ik denk iedereen heeft zitten kijken. Er zit een hoop informatie in deze video. Mochten ze nou nog meer willen weten, dan, uh, weten ze je dan moeten ze hun huiswerk maar doen. Nou, ja, en dan weten kan, ze ja, en dan ja, weten ja, je ja, wel ja, te vinden, ja, denk ja, ja, ik. Ja, ja, uh, Ronnie Moran, ja. dankjewel dat jij mijn gast was. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen in de toekomst. Dankjewel uh, om hier te mogen zijn. Uh, super tof. Uh, Graag gedaan Goed man. Her. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yep. Yes. En uh, dankjewel voor het kijken. En uh, heb je plannen om als ZZP in de beveiliging aan de slag te gaan? Ik uh, zal zorgen voor de nodige linkjes hieronder in de beschrijving. Uh, als je te luisteren. Naar de podcast staan ze er ook onder. En zit je op YouTube nu te kijken, dan vind je ze in de tekst hieronder deze video. Vind je dit soort video's nou tof en wil je er meer zien? Hieronder kun je je meteen abonneren. Voor nu namens Ronnie. En Ronnie, dankjewel voor het kijken. Hoi! ハハハハハ。